Fokker Malone, Ike Werner. Kom maar bij. This is the moment. This is the moment. When I grew, I'm on my way. This is the day. This is the time. IPS Ibal. Bedankt. Kijk naar de beelden. Als Keurig. Job zal het toelichten. Wij hebben vanavond unieke beelden, denk ik, van Grimaldi als Veulen. De fokster van Grimaldi staat naast ons, Marieke Wedder. En zij heeft twee fokmerries. En dan kun je eigenlijk zien als kleine fokker dat je toch eigenlijk een middelpaard kunt fokken. De jongen die hem nu vast heeft, Hauke Jäger, heeft hem destijds ook als driejarig hengst de Trakener hengstekeuring voorgebracht. Maar dat mag wel een applausje hoor. Dus hij is speciaal. Hij is speciaal uit Duitsland overgekomen om hier nu ook weer voor te brengen. En ik denk met die beelden hierboven dat ja, best wel uniek zijn. En ik wou alle fokkers van harte bedanken dat ze altijd gebruik gemaakt hebben van Grimaldi. Daar nog beelden van de hengste in Duitsland. Wat een prachtige kans, dames en heren. Hij kwam vanaf een begon naar beneden. De Jordaan, de Turk, Karim Bied. Zal de kans samen met de voorzitter van de Hengstekeuringcommissie, Aria Boem, van hem ophangen. IPS Grimaldi, bedankt. Hij is zo enthousiast, want we hebben toch nog even één apart ding wat niet in de regie was opgenomen. En naast mij staat Arjan, ik ga hem de microfoon geven. Ja, dames en heren, voor Grimaldi willen we nog één speciale onderscheiding toekennen. U weet dat de hengst al jarenlang keurhengst is. U weet dat wij als Hengstekeuringscommissie op grond van de sportgegevens, op grond van zijn navel, ook in de mannelijke lijn, hebben we nu Totilas erkend. Bodycard en Peter Black zijn goedgekeurd. En Grimaldi laat nu ook zien dat hij in de mannelijke lijn duidelijk een toevoeging is voor het KWPN-fokkerij. En daar hebben wij het bestuur geadviseerd. En dat hebben ze ook overgenomen om Grimaldi vanaf dit moment preferent te verklaren. Proficiat. Directeur KWPN in overnaam en voorzitter van de Hengstekeuringcommissie, Aria Moen. Feliciteren Job en Anna van Aertens en de fokker. Wat een geweldig afscheid, dames en heren. Kijk hem daar staan in het midden van de piste. IPS Grimaldi, gefokt door Marieke Werner. Job en Anna van Aertens, hier verrast. Tranen in de ogen. IPS Grimaldi. Preferent.
laatste eerronde er toch aankomt. Het is aan u, dames en heren, om de eer te geven. De best. Referent Ibias Grimaldi. Zijn laatste optreden in de piste. Waar mooier dan hier op de kamer in de Hengstekeuring. Stand up.